Met het project e-content binnen GO onderzoeken we via welke strategieën en projecten we kwalitatief digitaal leermateriaal kunnen ontwikkelen. En we leggen daarbij een focus op die vakgebieden en sleutelcompetenties waarvoor er weinig materiaal wordt uitgegeven. De klassieke talen binnen de eerste graad zijn daar een voorbeeld van. We hebben eigenlijk een digitaal boek gemaakt waarbij dat de leraar echt daarop kan inspelen en echt kan kiezen welke thema's dat hij interessant vindt, welke teksten dat hij zeker wil lezen, welke misschien minder enzovoort. Dat hij het eigenlijk helemaal kan personaliseren voor de noden van zijn leerlingen. Als leerlingen binnenkomen in het eerste middelbaar, hebben ze eigenlijk allemaal verschillende achtergronden. En dan is het natuurlijk wel gemakkelijk als je methoden kan gebruiken waarin je heel flexibel met het materiaal kan omgaan. Ja.